Ook de diamantindustrie begint weer te herleven. Vooral in Amsterdam, dat de bakermat was van deze industrie en waarin grote fabrieken weer vele nijvere handen werk vinden. De ruwe diamant, die voornamelijk in Zuid-Afrika wordt gevonden, wordt gezaagd. Een betere manier en meer in overeenstemming met de bouw en soort der stenen is het kloven. Men krast eerst met een andere diamant een snede en dan met één enkele slag van de vakman wordt de steen in tweeën gekloofd. Hiervoor is grote vakkennis nodig en een langdurige opleiding is dan ook vereist. Het slijpen is een nog secuurder werk en geschiet met diamantstof, daar elke andere materie, niet de diamant, maar zichzelf zou afslijten. Vrijwel elke steen, groot of klein, wordt van 58 facetten voorzien om tot de juiste lichtbreking te geraken, opdat de steen het meeste effect sorteert. De diamanten worden naar verschillende landen geëxporteerd, waardoor de Nederlandse deviezenpositie belangrijk versterkt wordt.